Boom! Yo, what up, gasten? Het is gewoon alweer tijd voor een verse 50. Dat is nu. Waar komen die dingen toch altijd vandaan? Weet iemand dat? Ach, wat maakt dat ook uit? Vandaag gaan we iets heel belangrijks bespreken. Iedereen kent het wel. Je ligt gewoon heel lekker rustig in de ochtend te slapen. En dan gaat die wekker af. Natuurlijk kom je dan liever niet je bed uit. Maar je moet wel, je moet naar school. Toch? Nou nee, vanaf nu niet meer, want dit zijn 50 smoesjes om ziek te zijn. Ik werd aangevallen door digitale kroketten die mijn jetpack stolen, de wereld in vlogen en daarna zou vermoorden. Ik zag de klok van Hans Klok. Waarom ik ziek ben? Nou, dat is omdat ik niet in school hoef, toch? Ik liep rustig over straat om een cowboy aan op een driewiel. Ik zei tegen de cowboy op een driewiel, hey, waarom is die driewielen? Waarom niet vierwielen? Hij zei tegen mij, wat de fuck doe je blij met? Ik gooide zo die lasso. Ik ving die lasso. Ik trok hem naar me toe, Mickey Mouse. Kom eraan. Hey, wat doe je, man? Ik zei zo, nee, rustig aan. Wat gebeurt er uiteindelijk? Komt er een keer de egel bij. Ik werd helemaal gek. Ik ging zo vechten met iedereen. Komt Russell Crowe eraan van de Gladiator. Gooi de granaat. Iedereen was dood. En nu leef ik in mijn eentje nog. Dus ik ben helemaal ziek. Ik heb de DVD-marathon gekeken van Paul de Leeuw. En geloof mij, daar word je echt ziek van. Waarom ik ziek ben? Dat is omdat ik griep heb. Hier, in de beker. Daar zit griep. Ik heb griep. Jorgen van de Sloot kwam eraan. Die heeft sneeuwpop gepakt, verkracht, vermoord en daarna in de vijver gegooid. What the fuck moet ik doen? Ik kan zo niet meer weg. Ik ben helemaal emotioneel. Ik moet gaan douchen, maar ik heb geen handschoenen. Ik ging naar een casino, begon er een cactus tegen mij te praten. Ik zei tegen de cactus, hey, wat doe je, man? Hij zei, nee, niet zo prikkelen jij. Ik zei zo, hey, jij bent de cactus, jij prikkelt. Hij zei, nee, ik ben geen cactus. Ik zei, wat ben je dan? Zei hij, nee, ik ben je vader. Ik wou gaan tennissen, maar ik had geen rekken bij me, dus ik ging tennissen met mijn onderbroek. Ik neem ontslag, lul. Oh, hey, mam. Ja, dit is het verkeerde nummer. Ja, ik ben op tijd thuis. Ja, ik ook van jou, man. Mijn wc is verstopt en ik moet hem gaan zoeken, want ik heb geen idee waar die is. Er kwam een piraat mijn huis binnen, ik zei zo tegen die praat. Hé, waarom ben je hier, man? Zei die ar. Zei ik, alles goed, man? Zei die ar. Zei ik, ga eens weg, man? Zei die ar. Toen zei ik, hé, dit is echt bizar. Ik was aan het chillen met de taart. Ik tekende een snor op mijn schoenen leed, toen kwam er een dino-krokodil aan en sloeg mij met macaroni. Was niet eens gekookte macaroni. Kom op, mensen, kom op. Ik moet de wereld verdedigen tegen de schurk-augurk. Ik heb per ongeluk mijn bestek in de wasmachine gedaan en mijn was in de vaatwasser. Iemand heeft mijn deurmat gestolen. Hoe moet ik nu naar binnen komen? Er is geen deurmat. Ik kwam thuis, zie ik Winnie de Poe zitten aan de eettafel. Ik zei tegen Winnie de Poe. Hey Winnie Poe, je bent er maar vet. Cool dat jij hier bent. Ik ben groot fan van je. Mag je handtekening? En wat denk je wat er gebeurt? Winnie de Poe loopt naar me toe. Die zegt, hey natuurlijk man, hier heb je een handtekening. En zo pakt hij mijn portemonnee en rent hij weg. Mijn kussen wou me vermoorden. Ik was een lantaarnpaal aan het likken. En toen bijvoorbeeld mijn tong vast aan een lantaarnpaal. Waarom ik ziek ben? Oh, wat denk jij nou? Ik heb een heel jaar jouw hoofd moeten zien. Jezus, daar word ik echt ziek van. Ja, sorry hoor. Ik ga er vandoor. Oh, jezus. Dit ding kijkt veel te blij naar mij. Ik had gisteren een auto-ongeluk en werd gebracht naar Pokémon Center. En nu heb ik letterlijk Pokéballs. Kom op, mensen. Het kan niet zo. Oeh, ik heb echt een gebroken cd. Ik was de A2 aan het poetsen. Ik kan niet weg bij huis, want mijn auto is geëxplodeerd. Oké, nu is hij geëxplodeerd. En mijn fiets is ook al geëxplodeerd. Oké, nu is die geëxplodeerd. Wat moet ik dan gaan lopen? Maar dat kan toch niet? Ik heb toch een kogel in mijn been? Hoezo ben ik niet ziek? Ik ben wel ziek. Ik heb ruzie met mijn deur en hij wil me er niet uit laten. Dus ik kan onmogelijk weg, sorry. Maar ik ben echt ziek gewoon. Ik heb gewoon echt last van de beaver fever. Nee! Ik ging naar de dokter, zie ik daar in één keer een olifant de borst geschoten krijgen. Ik zeg tegen de olifant, waarom doe je dat, man? Zei die, weet ik niet. Heb je toevallig ijssalade voor me? Ik zei, ja, dat heb ik wel. Ik geef hem de ijssalade. Zei die, heb je ook een zonnebril? Ik geef hem een zonnebril. Wat doet hij? Slaat hij me op mijn bek? Ik zat gisteravond gewoon een beetje thuis, weet je wat, te chillen met mijn gehaktbal. Wel een beetje lol en zo. Komt er in één keer aardappel eruit met die jaloers. Wat doet hij? Schiet hij de gehaktbal dood? Die aardappel die verdient gewoon de beaver fever. Ik ging samen met Charmer er een breinappel gaven. Keken we de volgende dag, zat er in één keer een appelboom voor onze deur. Ik kan het huis er niet meer uit. Iemand heeft een bad gestolen en ik heb een bad eentje gekocht voor een bad. Nu heb ik weer de mayonaise laten ronddubberen. Het ziet er niet uit. Kom op. Ik ging naar de supermarkt, ik wou nasi kopen, alleen ik kocht het verkeerde. Ik kocht nasi met een Z. Nee, ik kan niet komen. Ik ga vandaag al chillen met M&M. Lijkt me even handig om te zeggen dat dit echt de slechtste smoes is die ik ooit heb verzonnen. Door naar de volgende smoes. Ik wou gisteravond eten gaan maken, dus ik pakte een kookboek en ik at het kookboek op. En nu ben ik misselijk. Ik bedoel, ik heb gegeten uit het kookboek. Zo hoort dat toch? Kom op. Ik kan niet naar buiten, want het regent geel-blauwe flamingo's. En die flamingo's zijn hier op aarde om alle borrelnootjes te stelen van alle mensen en die op te eten. Ik zat op de schommel, komt opa eraan met allemaal confetti. Die gooit die confetti recht in mijn gezicht, pak mijn gel, die rent weg. Ik zit hier op een grasveldje, maar ik ben bang voor gras. Veld op brandweer. Ik heb problemen bij de douane in mijn droomwereld, dus ik kan de droomwereld niet uit. Dus ja, dan moet ik maar de hele dag blijven slapen. Sorry. Ik heb laarzen gekocht voor mijn lavalamp. Ik heb de Mexicaanse griep. Moet ik nu een nieuw paspoort aanvragen of ben ik nog altijd Nederlands? Ik was aan het chillen met allemaal aliens. Komen er in één keer allemaal mieren in mijn huis binnen. Ze stelen alle pincetten en ze liepen weg. Dus ik stuurde de aliens erop af. Wat doen ze? Gooien ze pokeballen. Nu ben ik al mijn pincetten, aliens, mieren en pokeballen kwijt. Ik wou me gaan scheren, maar de scheermesjes waren op. Dus ik pakte de kaasschaal. En dat deed heel pijn. Ho! En daar onderbreek ik jou, want ik hoef helemaal niets. Want ik ben namelijk koning Woolly Woolly. Hallo, koning Woolly Woolly. Woolly, kom op nou. Ik heb een paard en een hond gekocht en ik gooi ze allebei de zee in, zodat de zeehonden en zeepaarden werden. Alleen nu zoekt de dierenambulance mij. Maar zeehondjes, die horen toch in de zee. Kom op nou. Maar dat slaat nergens op. Ze hebben allebei wel 10 minuten gezwommen. Daarna verdronken ze wel.
gingen ze dood, maar ze hebben gezommen, die zeehondjes en zeepaarden. Ik was gisteren gewoon rustig aan het voetballen met een paar vrienden. Ik deed helemaal niks. Komt in één keer Nigel de Jong aan de schop me vol tegen mijn borst. Uit het niets. Waarom doet hij dat toch altijd? Zo mensen, dat waren er alweer 50. Geef maar toe, je hebt ervan genoten. Het is helemaal goed. En als je er toch zo van genoten hebt, klik je toch even op het groene duimpje. Wat voor een moeite is dat? En desnoods vroeg je me ook toen aan je favorieten. Want ja, door deze video hoef jij nooit meer naar school of naar je werk te gaan, hè? En deel deze video ook met al je vrienden. Stel je wil een keer met al je vrienden naar Walibi World op een donderdag gaan. Dan heb je bij deze allemaal een eigen smoesje om lekker naar Walibi World te gaan. En stuur deze video met name door de mensen die altijd afwezig zijn of wel iets hebben. Dan kunnen ze nog vaker afwezig zijn. Ik zweer het je, doe die 3 stappen of je krijgt de Bieber Fever. Dus wil jij geen Bieber Fever krijgen, deel deze video dan met je vrienden, geef hem een groen duimpje en voeg hem toe in je favorieten. Wat een tekst. En zet in de reacties hier beneden 1 woord neer. En dat ene woord moet totaal random zijn. Zoals cactus, pudding, paard, TV. Deel een groen duimpje favoriet en een random woord. En mocht je nieuw zijn, dan kan je hierboven abonneren. Nou gasten, ik check jullie later. Banjo! Ik heb een meisje verkracht in de bosjes. En vermoord. En dan...